jaren, van een decennium dat niet zo lang geleden, stootte het menselijk ras op een dodelijke bedreiging van zijn eigen voorbestaan. De angstaanjagende wereld doemde op, maar, zoals dat bij grote bedreiging vaak het geval is, op de onwaarschijnlijkste en ogenschijnlijk meest onschuldige der plaatsen. Ik zorgde voor zonlicht, ik zorgde voor mest, jij zorgde voor zorgen, je maakt me gestrest. Ik val op mijn knieën, volledig van streek, en smeek, groei voor mij. Goedemorgen meneer Verheyen, wat betekent het voor u om Peter te mogen zijn van deze musical? Maar kijk, meestal, je wordt voor de gekste dingen gebeld en meestal roep ik al nee voor de mensen half zijn uitgesproken. Maar dit vond ik echt geweldig, omdat Little Shop of Horrors was eerst een cultfilm met Jack Nicholson, eind jaren 60 denk ik, waar dan later een musical van is gemaakt en dan nog eens een filmversie met Steve Martin. Dat is waarschijnlijk hoe de meeste mensen het kennen. Dus het zat helemaal in mijn straatje. Het is ook zo'n heel goed geluimde cultmusical. En ondanks het feit dat ik zelf... ja, bijna amuzikaal ben. Ik zou geen toon kunnen houden als mijn leven ervan zou afhangen. Vond ik het wel geweldig om daarvoor gevraagd te worden. Bovendien is mijn betrokkenheid zeer gering. Het is niet zo dat ik actief moet meewerken. Ik mag eigenlijk gewoon Peter spelen en op de première met een cadeautje komen of zoiets. Dus dat beviel mij geweldig, ja. Op de website stelt Côte Cour dat ze met deze musical voor het eerst de komische horrortour op gaan. Maar komische horror, wat mogen wij daar ons bij voorstellen? Maar je hebt natuurlijk, horror is een fantastisch interessant genre. Daarom dat ik er ook zo van hou. Enerzijds is dat het laatste genre waar je nog echt buiten de lijntjes kan kleuren. De cinema heeft na de jaren 70, wat dus de laatste wilde periode was, heeft een soort merkwaardige vorm van zelfcensuur ondergaan. Het is allemaal heel keurig geworden. En het enige echt subversieve genre dat nog bestaat is horror. En daarom hou ik zoveel van dat genre. Anderzijds heb je ook horrorfilms die op een heel slimme manier de combinatie zoeken tussen enerzijds de horror, echt eng, en anderzijds toch een soort tongue-in-cheek gevoel, een soort zelfrelativering. Heel veel verwijzingen ook naar andere genrefilms. En als je dat evenwicht kan vinden, is dat ook heel plezant. Dat is heel moeilijk trouwens. En ik denk dat de Little Shop of Horrors daar heel slim mee speelt. Dat, ja, je hebt toch wel dat enge element, een vleesetende plant. Dat is zoiets als... het is zoiets iconisch bij drijfzand, wat iets moeilijker is op een podium. Maar dus je hebt zo'n aantal dingen die tot onze verbeelding spreken, waaronder dus een vleesetende plant. En wat daar dan omheen wordt gebouwd, speelt heel slim met angsten, maar is ook niet bang om inderdaad zo in galop te gaan en in overdrive, zodanig dat het ook grappig wordt. En dat vind ik een heel boeiende combinatie, een heel boeiende evenwichtsoefening. Op 17 mei, binnen 2 weken geloof ik, gaat het stuk in première. Kijkt u er naar uit? Enorm. Ik kijk uit naar het geheel. Het is ook een stuk. Normaal gezien regisseer je een stuk en je ziet de opbouw. Hè. De kostuums en de decors komen erbij en dan een stukje en dan een stukje. Dit hebben we niet. We hebben de kostuums. Maar de grote verrassing voor iedereen is de plant. Ik heb hem al gezien. Ik heb ook het decor gezien. Dus ik was ongelooflijk onder de indruk. Het is echt magie. Het is ongelooflijk wat die mensen in Engeland hebben gecreëerd. En ik kijk er enorm naar uit om alles samen te zien. Ik zie het in mijn hoofd. Ik weet wat die plant allemaal doet. Maar om het echt live te zien, daar kijk ik enorm naar uit. Dus dat is punt 1. En dan punt 2. 17 mei, première, om dan... hopelijk het volk ook te horen lachen met de grappen die we erin gestoken hebben en verwonderd te zien van de planten en het decor. Dus meer dan ooit kijk ik er enorm naar uit. En ook omdat het een droom is van jaren, hè, sinds de jaren 80. Dus ik kijk er enorm naar uit, absoluut.
mascara. Hier, pak een zakdoek, toon je echte gezicht.